De particuliere bushouders wachten nog steeds op hun COVID-19 tegemoetkoming en hun dieselcompensatie. John Mahadeo Singh, voorzitter van de particuliere lijnbushouders, organisatie PLO, zegt dat er wel goedkeuring is gegeven voor de uitbetaling van de subsidie. Echter hebben de bushouders niets daaraan. Ze willen namelijk het geld op hun rekening zien staan. De bushouders hebben sinds het eerste kwartaal van 2020 geen subsidie ontvangen. Met de COVID-steun gaat het in totaal om een bedrag van tussen de 14 en 15 miljoen SRD, zegt Mahadeo Singh. We hebben zo vaak aan de bel getrokken en er wordt steeds beloofd. Het ministerie van Transport, bij monden van de minister, hij heeft zijn werk gedaan, zegt hij. Het ligt aan financiën, dat ze dus nu moeten overmaken. Wij kunnen niks meer aan doen, hè. Ik bedoel, de bushouders kunnen ontevreden zijn, ik kan me best voorstellen, maar wij kunnen ook niks meer aan doen. Het ligt nu aan het ministerie om het geld over te maken. Wij hebben ons werk gedaan. Dus, het ministerie moet het geld overmaken en dan op de rekening overmaken. Meer is er niet. Uit een gesprek met de directeur van Transport vanmorgen is volgens Mahadeo Singh gebleken dat het restant van de COVID-steun is overgemaakt. Het gaat hierbij om 1,5 miljoen SRD die bestemd is voor 350 bushouders. En u zegt er is geld overgemaakt voor 350 mensen. Is de groep die COVID-steun moet krijgen groter dan dat? Ja. We praten over dan 1400 bushouders, hè? Ja. Dus die 350... die zijn die achterstandmensen, mensen die geen geld hadden gehad in de eerste trans. Mm-hmm. Dus als we totaal nu het geld moeten krijgen, dan moeten we eigenlijk voor 1700 mensen geld overmaken. Ja. Dus dat hebben ze ook niet gedaan, ze hebben maar een klein beetje overgemaakt. 1,5 miljoen maar. En dat is net genoeg om die 351 mensen uit te betalen die geen geld hadden gehad in de eerste trans. John Mahadeo Singh, voorzitter van de PLO. Hij zegt dat het niet duidelijk is wanneer de bushouders hun dieselcompensatie zullen ontvangen.